Goedenavond allemaal. Eindelijk mogen we weer. Deze week twee nieuwe wijnen voor jullie. Bij het voorgerecht, de Tokaji. De Tokaji die komt uit Hongarije, het meest zuidelijke gedeelte, bij Sziget in de buurt. Wellicht kent u het festival. Het is, ligt eigenlijk precies bij het drielandenpunt. Je hebt daar Servië, Roemenië en dan net aan de Hongaarse grens, net over de grens, daar liggen deze wijngaarden. Van origine heeft het een vulkanische bodem, wat veel mineraliteit in deze wijn geeft. En tevens in de 15e eeuw waren deze wijngaarden in bezit van het koninklijke huis in Hongarije. Dus het heeft een hele rijke geschiedenis. Het is gemaakt van zowel ferment-druif, echt een Hongaarse druif, maar ook de muscat-druif. Maar dit is weliswaar de droge variant. Het heeft aroma's van gedroogde abrikoos. Zoals ik al vertelde, veel mineraliteit en ook een licht kruidige toets in de finish. Dus lekker om in ieder geval mee af te trappen. Bij het hoofdgerecht hebben we ook een witte wijn. Het heeft ermee te maken dat we een mooie visgerecht hebben. En daarbij heb ik een wat vollere witte wijn uitgezocht. Deze komt uit Westkaap in Zuid-Afrika. Het heeft 12 maanden Frans eiken gehad. Daar echt die prachtige tonen van dat hout, van die houtlagering. Het heeft wat rijper citrusfruit. Maar het heeft vooral ook echt dat boterige wat zijn Chardonnay wel eens ooit vaker heeft. Dus lekker bij jullie hoofdgerecht. Dus ik zou zeggen, geniet er weer van deze week.